dus how to. Ik ben bezig hier een Romney-loodje van ndetail.de op te meten, want hier komt een echt drugslab in. Ik gebruik voor de vloer weer een visitekaartje, die ik nog een hele stapel heb van die kartonnetjes. Die gebruik ik eigenlijk altijd als ik interieur aan het maken ben. En deze past net onder die Romney-loods, dus dat is fijn. We gaan de vloer op kleur brengen. Hij krijgt een beton look. Dus met de acrylverf van de Action gaan we dat gewoon mengen. Ik heb daar nog geen grijze verf gevonden. Misschien in de kleine tubetjes wel, maar goed. Ik heb nu de grote tubes liggen en daar kan het ook mee. Beetje wit, beetje grijs. Verder geen kleuren, geen poespas. Dat zie je toch niet. Nou, dat gaan we mengen. Gewoon met een satéprikker een beetje op kleur brengen. En ik heb het beeld wel versneld hoor. Want als ik hier gewoon in beeld ga brengen hoe ik verf meng, dan haken jullie af na 4 minuten, denk ik. Dus dit gaat allemaal wat vlotter. Nou, als het wat te donker is, dan ga je er gewoon kleuren bij stoppen. Het is vrij dikke verf. Dus je moet wel echt wel even roeren en klooien om het goed te krijgen. Kijk, je ziet dat het een soort papje wordt. Wit erbij en het wordt een stuk lichter. Je krijgt echt langzaamaan van dat beton grijs. Wat ik zei, ik heb het versneld. Dus, nou, dit is dan het resultaat van eventjes mengen. Ik ben daar een minuutje of 4-5 mee bezig. Tenminste, zolang was het originele filmbeeld. Dus. Nou, even de spulletjes pakken. Ik pak gewoon een dun kwastje. Ik kan ook een grote kwast pakken en in één keer dat ding grijs maken. Maar ja, dat is ook niet leuk. En op deze manier kan ik het een beetje gelijkmatig verdelen. Mooie banen trekken en de verf goed opbrengen. Dus dat doen we dan maar. Ik schilder altijd zoveel mogelijk in één richting. Dat is het mooiste. Deze verf droogt redelijk glad op, zeg maar. Het trekt een beetje naar elkaar toe. Maar als je verschillende schilderrichtingen aanhoudt, dan krijg je dus allerlei vegen op de grond. En dat is straks niet lastig, want in onze schaal moeten poppetjes wel vlak kunnen staan. En als het dan allemaal geribbeld is van de verf, dan werkt dat niet fijn. Nou, ook even versneld. Je ziet ook eigenlijk continu een beweging naar rechts maken. Af en toe wel een andere kant op, maar daarna ga ik er weer overheen met rechts. Kwastje afvegen. Aan de kant leggen. Je ziet dat die bol is gaan staan. Dat komt door de spanning van de verf en het vocht in het papier. Daardoor trekt het krom. Voordeel van deze kaartjes is, als de verf dadelijk droog is, dan is hij alweer wat vlakker. Dus dan is het geen probleem. Goed. De Romney loods dan. Aan de achterkant zit een ingeëtst venster. Een hele kleine venstergaatje. Er zit geen glas in, ga ik er ook niet in maken. De bedoeling is dat ik daar straks het interieur door ga laten zien. Je ziet dat aan de achterkant zit een grote opening. Daar zaten de deurtjes. Nou komt deze loods van de clubbaan. En die deurtjes die zijn tijdens het verwijderen of zo afgebroken. Dus het wordt een beetje een desolaat loodsje. En ik ga die deurtjes nog maken van papier of karton of balsahout, dat weet ik nog. Ondertussen pak ik de 3D geprinte materialen van Modelbaan Union. Voor een paar euro per setje te koop bij dmtoys.de. Allemaal niet gesponsord. Was dan maar waar, dan hadden we een leuk zakcentje voor de hobby. Maar goed, kijk eens hoe mooi subtiel dit is. Dit is een vierkante centimeter. Dat is gewoon een stellagekast, inclusief steunberen en alles. Ja, je moet hem nog wel verven. Want als je dat niet doet, dan ziet er dat niet uit. Dan, ja, als je dan naar binnen kijkt, dan zie je zo'n bruin stellage dingetje van resin printwerk. Dus dat is helemaal niks. Alle onderdeeltjes worden geverfd. Ik heb dat versneld. Het heeft me een avond gekost. En ik heb gewoon de camera aangezet boven mijn hoofd. En laat maar werken. En ondertussen ben ik onderdeeltje voor onderdeeltje gaan verven. Nou, dat heeft ongeveer 2,5 uur geduurd, alles bij elkaar. Om jullie daarna te laten zitten kijken, dat schiet niet echt op. Toen ik het eruit knipte, was de video nog maar 7 minuten lang. Dus dat schiet ook niet echt op. Ik denk van, ja, dan denken jullie ook van,
kan dan ook. Dan is het opeens klaar. Dus dan doen we het maar op deze manier. Dan maar een beetje versneld. Dan zien jullie nog een beetje wat ik doe en hoe ik aan het klungelen ben. Het eindresultaat, je ziet hier alle onderdeeltjes die geverfd zijn. Het loodje, ik heb de binnenkant ook grijs geverfd. Daarstraks van de gemengde verf had ik natuurlijk nog wat bewaard, zoals je kon zien. Daarmee heb ik de binnenkant grijs geverfd, want het ziet er toch iets netter uit. Zeker als dadelijk deze ledstrip die je hier ziet erin geplakt wordt. Het vervelende was dat op het moment dat ik het niet geverfd had, het messing als een soort spiegeltje werkte en het licht alle kanten op geweerkaatst werd. En dat is eigenlijk helemaal niks. Dus toch maar geverfd. Die acrylverf die slaat een beetje dof uit. En dat werkt gewoon fijn. Nou, ondertussen zie je hier een ledstrip via AliExpress besteld. Het zijn in partjes van 3 te knippen. Dit was een reststukje, dus hier zitten er 5 aan. Ik ga gewoon eens testen of dat dan ook werkt. Ik vermoed van niet, dat geluk zal ik wel hebben. Maar voor hetzelfde geld werkt het wel. En 5 ledjes in deze loods past precies. En 3 ledjes krijg je weer schaduwwerking. Dus het zou mooi zijn als het werkte. Eventjes de plus- en mindraad eraan solderen. Dus eerst vertinnen, draadje wat ook vertint is, dat erop houden. Soldeerbout er tegen, het zit eigenlijk vast. 15 volts voedingtje buiten beeld. Die staat nu aan. Dus je krijgt eigenlijk als het goed is. Kijk, dat was hem. Hij doet het. Het zijn er maar 3 die het doen helaas. Dus die andere 2 die gaan er gewoon af. Nou, een beetje superlijm. Het heeft dubbelzijdige tape. Maar ja, de ervaring leert bij deze strips dat ze nog wel eens loskomen. Dus ik doe wat Shell superlijm van Ulba lijm. Onder is industriële lijm. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Die man staat ook altijd op houten trouwens. Als je binnenkomt hal 1 meteen rechts richting Architect, dan staat hij in dat schuine stukje. Hele vriendelijke meneer. En ja, allerlei soorten lijmpjes en gereedschapjes. En, goed. Het inrichten. De onderdeeltjes zijn droog, daarom kan ik ze zo vastpakken. Dus als je te snel bent en ze zijn nog nat, dan pak je ze vast, blijven ze aan je vinger plakken. Hoe zou ik dat nou toch weten? En dan kun je dus opnieuw beginnen met schilderen. Ik ben altijd een beetje aan het passen, aan het meten. Ik zet gewoon wat spulletjes neer hoe ik denk van, nou, dit is leuk, dit geeft leuke details, leuke scènes. Daar kan ik soms echt een avond mee bezig zijn, zeker bij wat grotere oppervlakken. En dan moet je niet denken aan vierkante meters, maar in aantallen vierkante centimeters. Dit is 2 bij 5 ongeveer, 2 bij 4,5. En ook daarin, hoe meer spullen, hoe meer ik kan frutselen en puzzelen. Ik zet gewoon van alles neer. Dit zijn machinekasten. Ik ben een aantal keer vanwege mijn werk bij drugslaboratoria geweest. Dus meestal waren ze dan al wel helemaal ontmanteld. En dan lag er vooral een heleboel rotzooi. En nog wat links en rechts, nog wat apparatuur. En met name drugsafval, dus grote vaten en zo. Dus die wil ik ook hier in hebben.
Dus, nou, groot water, plop, klaar. Dus we hebben van alles. Een compressortje, nou, noem maar op. Ik maak altijd dit soort foto's. Hoe staat het ongeveer? Om te kijken, vind ik het iets? Hier zie je ook nog die witte dotjes. Dat zijn lijmkloddertjes van micro... ik weet even niet hoe dat heet. Crystal Clear heet het. Dat is makkelijk te verwijderen. Nou, en als ik dan van deze foto's al genoeg sfeer uit zie spreken, dan gaan we het loodje plaatsen. En dat zie je hier. En je ziet wat lijmwegen op de vloer. Dan zul je zeggen, oh, dat is erg. Maar ja, je kunt er nooit van bovenaf opkijken. Dadelijk gaat er die loods overheen. Dus die wegen zie je echt niet meer. En dat weet ik zeker, want ik heb het getest net. Anders moet er alles af, moet ik het opnieuw schilderen. Nou, we pakken opnieuw industriële lijm van Olba. Ook niet gesponsord, maar hij is gewoon heel fijn. En wat ik zei, ik heb hem dus ontdekt in Houten. Ik val een beetje in herhaling vandaag, maar ik hoop dat jullie me dat vergeven. De randjes van de loods goed inlijmen. Overtollige lijm aan de binnenkant moet ik zorgen dat het niet in de buurt van het venster komt of in de buurt van de zichtlijnen. Aan de buitenkant moet je het gelijk wegvegen, want deze lijm als die opdroogt, dan wordt het een soort glimmend plaatje en dat wil je niet hebben. Nou, even schoonvegen, ik doe dat even buiten beeld. Daar liggen mijn poetslappen en noem maar op. En dan is het aandrukken. Ik heb het nu niet laten zien, maar pas dus ook droog. Hè? Dus op het moment dat je zo'n bodemplaatje aangekleed hebt, zet er even je gebouwtje overheen. Het zal niet de eerste keer zijn dat het allemaal in de weg staat. Nou, 2 minuten later zit hij vast. En dit is dan het eindresultaat. Dit is de lichttest. Dit zie je dan door het raam. Dat vind ik erg weinig. Ook zijn leds te fel. Dit zie je door de deur. Dus ik zet hem met de deur naar de publiekzijde. Dit was het weer. Dankjewel voor het kijken. Vond je dit een leuke video? Geef hem dan een like. Wil je niets meer missen van Hoontjes How-To's? Vergeet je dan niet te abonneren door onder deze video op de rode knop te klikken. Klik dan ook op het notificatiebelletje. Dat is helemaal gratis. Dan krijg je een pushbericht van YouTube wanneer ik weer een nieuwe video upload. Heb je nog vragen, opmerkingen? Wil je een keer een eigen onderwerp in een how-to zien? Zoek me even op via de sociale media, Facebook, Enspoorpagina of het enspoorforum.nl. En spreek me daar eventjes aan of reageer hier beneden in de comments. Dan zal ik kijken wat ik voor je kan doen. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en houdoe!